Choo-choo, everybody! Come aboard the Colony Train! There we go! Hoe snel gaan we? Hier, bijna flipping 60 km per uur. Al, dit is zo ziek. Vandaag gaan we weer met treinen spelen in Derail Valley Simulator. Smash eventjes op die like als jij van treinen houdt. Vandaag heb ik weer een gloednieuwe trein voor jullie. Namelijk de stoomlocomotief. Voordat we gaan beginnen, er komen weer een hoop warme zomerdagen aan. Dus heb jij nog geen Clonny Games shirt? Ga dan eventjes naar clonnyarmy.nl via de link hier beneden. Ik ga heel eventjes de stoomtrein erbij pakken. Ik heb hem natuurlijk gewoon in mijn broekzak zitten. Dus we gaan hier naar de spawner en dan moeten we hem eventjes zoeken. Ik dacht dat het deze was, de A. Ja, oké, die ziet er ook wel lekker groot uit. Nou, we gaan hem inspannen, een beetje hier in het licht. 3, 2, 1, bam! Oh, we moeten nog op confirm drukken. Bam! There it is! Wat een beauty! Damn, deze ziet er echt heel flipping sappig uit. Er staat er dat ik nog geen license heb. Dat is een beetje een probleem. Je hebt in deze game dus zeg maar een soort certificaat nodig om de treinen te kunnen besturen. Ik dacht dat ik dat gefixt had, maar blijkbaar niet. Nou, ik heb eventjes off-cam hard gewerkt. Ik heb op dit moment 1 miljoen dollar en ik heb alle licenses van alle treinen. Dus als het goed is, kunnen wij nu gewoon op F drukken en in de stoomlocomotief gaan. Dan gaan we er niet echt in, want het is gewoon open, maar je snapt wat ik bedoel. Alles is volledig gesimuleerd. Kijk, al deze knopjes, al deze meters, dit. En ja, het werkt dus allemaal en zometeen ga ik het allemaal uitleggen. Voordat we de trein aan kunnen zetten, hebben we ook een tender nodig. En een tender is die iconische kolencar, zeg maar, snap je wat ik bedoel? Ja, die plaatsen we even hierachter. Dit ding, je kent hem wel. Dus als we eventjes hier opklimmen, dan zien we hier achter de kolen zitten. En die kunnen we met de schepper uithalen. Maar ook hebben wij natuurlijk water nodig voor de stoomlocomotief. Van ja, anders is er geen stoom. Hierachter zit dan ook nog de watertank. Die gaat een beetje lastig open. Zit ook echt perfect gevuld trouwens. Dus het is gewoon precies tot de bovenkant. Wat gaan we doen? Ik weet het niet. We kunnen de Polar Express namaken. Dat is op zich best wel grappig. Hier, ja, de caboose. Die doen we wel als achterste. Wow, dit ziet er sick uit, dit ding. Oké, het matcht echt totaal niet. Dit is denk ik de lelijkste trein die ik ooit heb gezien. Nou, we halen eventjes alvast de handrem eraf. Oh, die zit er geen eens op. Die hoort er volgens mij wel op te zitten op het achterste karretje. Oké, nou, we zijn klaar voor vertrek. Geen idee of dit te weinig karretjes zijn. Waarschijnlijk wel, want dit is echt een beast zoals je kunt zien. Nou, voordat we in de cockpit gaan, moeten we hier ook eventjes een paar dingen aanzetten. We hebben hier, even kijken, wat staat hier? Oh, de lubricator. En die lubricate dingen. Dan hebben we hier ook nog de compressor. En die zorgt ervoor dat we brake pressure hebben. Oh nee, oh, die kan nog. Oh, die kan nu nog helemaal niet aan. Want het ding staat niet aan. Sorry, foutjes. Er worden fouten gemaakt hier. Als eerst wil ik eventjes een lantaarn plaatsen. Dan heb ik geen idee hoe die aan moet en hoe je hem neerzet. Kijk, dat is wel een goed begin. Ik weet letterlijk niks. Oh, dit is het. Ja, ik heb hem neergezet. Oké, dan pakken we nu de lighter erbij. Ik hoop dat dit gaat werken. Open. Ga aan. Light fire. Oh, het werkt. Wat cute. Oké, nou, we pakken de schep erbij. En dan gaan we maar gewoon eventjes lekker deze kolen erin gooien. We gooien hem gewoon helemaal vol. En dan pakken we de lighter erbij. Steken hem ook echt wel met de aansteker aan. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Oké, daar gaat hij. Oh, het gaat echt supersnel. Oké, waarom gaat het zo heel snel naar beneden? Oh, het staat helemaal in de fik, joh. Ik weet niet of dit de bedoeling is. Het heet wel de firebox, maar ik weet niet. Het ziet er niet heel goed uit. We blijven het erin stoppen. En hierboven, oh ja, daar. Daar hebben we de firebox temperatuur. Dan weet ik niet of het de bedoeling is dat het 12.000 of 1200 graden wordt. Nou, ik doe maar gewoon dicht. Het is niet mijn probleem. Oké, we moeten ook eventjes kijken naar onze waterlevel. Die is nu wel goed op zich. Denk ik misschien. Ik weet het niet helemaal zeker. Kijk, zo kunnen we water dumpen met dit ding. Dit is de blowdown. En hiermee kunnen we water in het systeem stoppen. En daar moeten we dus op letten. Dan hebben we hier ook nog de bel. Dat is gewoon een bel. En hier rechts hebben we echt het meest iconische geluid op aarde. Nou, voordat we gaan zetten we heel eventjes de lubricator aan. En de compressor. Kijk eens even aan, de remmen zijn online. Nou, hier zetten we de cut-off helemaal naar voren, want we willen alle torque naar de wielen toe. Oké, het werkt. Het werkt. Daar gaan we. Erg langzaam. Ik weet niet of dat zo hoort. Oh, kijk. Oh, dat hoorde je. Dat was de eerste draai van de cilinder. Dat is zo'n episch geluid. Ja, het gaat natuurlijk ook wel langzaam, omdat we nu wagons hebben. Ik heb dit namelijk 1 keer getest zonder wagons. Dat geluid. Dat is echt het beste geluid ooit. Weet ik zeker dat de remmen er niet op staan? Oh, volgens mij stonden de remmen er nog op.
Oh my. Dat is zo flipping dom. De remmen stonden er nog op. Ik dacht dat ik dat gefixt had. Oh ja. Oh ja, daar gaan we. Oké, daar gaan we. Holy flipping moly. There we go. Choo choo, bros. Oh, dit is zo ziek. Oké, Jort, als het goed is, een beetje een soort van waterslosje. Dat halen we weg met dit. Kijk, dan laat je zo water vrij. Dan zit er water in de cilinders. We moeten even wachten. Oh, crap. We gaan wel erg snel. Ah, we gaan erg snel. Oké, we moeten wachten tot alle water eruit is gehaald. Oké, daar gaan we. Oh, crap. We gaan heel snel. Oké, dan doen we de cut-off iets naar achter. De regulator iets in. En dan coasten we als het goed is gewoon. Holy flipping moly, dat was stressvol. Nee, niet remmen. Niet remmen. Wat doe je? Oh, ik deed helemaal verkeerd, joh. Ik had juist de rem erop gezet. Daarom ging het zo lastig. Spijt me als het net echt een super warrig verhaal was. Dat komt omdat ik heel erg aan het opletten was. En ook een beetje aan het stressen. Dus het spijt me, maar hopelijk vonden jullie het een beetje entertaining om mijn stressende hoofd te zien. Er zit alleen heel veel water in de cilinders. Ik weet niet waarom dat komt, maar ik hoor telkens een beetje van dat waterslosje. Ja, of dat is geen water. Dat zou ook kunnen. Maar je hoort een soort hoogtikkend geluid. Iets meer regulaten, want anders komen we niet op deze heuvel. Want die, kijk, die gaat met plus 1.3 omhoog. Ik ben echt een pro geworden sinds de laatste video. Vinden jullie niet? Choo-choo, everybody! Come aboard the Clonny Train! Dit voelt zo goed. Ik ben echt helemaal ondergedompeld in deze game. Trouwens, dat vind ik wel een leuk detail. In de meeste treinen heb je ruitenwissers. Die ken je wel, die zitten ook in je auto. Ja, dat heeft deze trein dus niet. Als het regent, zie je dus niks meer door dit raam. Wat is de oplossing? Je doet het raam open. Het doet inderdaad niet zoveel. Nou ja, je kan nu daadwerkelijk wat zien. Maar ja, alle regen komt gewoon naar binnen. Je zit hier lekker met je hoofd. En bam, al die regen komt zo op je gezicht. Terwijl je zo die trein moet besturen. Er zijn waarschijnlijk wat stoomlocomotief experts in de comments. Waarschijnlijk doe ik een hoop dingen fout. Word alsjeblieft niet te boos op mij. Oh, kijk, we gaan zo meteen over de brug. Wacht, daar wil ik wel een beetje snel overheen gaan. Natuurlijk wil ik niet derailen. Oké, het gaat goed. Gaat goed. Yes, perfect. De cut-off iets naar achter, zodat er minder spin naar de wielen gaat. There we go, hoe snel gaan we? Hier, bijna flipping 60 km per uur. Oh, dit is zo ziek. Kijk hoe flipping hard we gaan. Het klinkt echt alsof dit ding op hol geslagen is of zo, wanneer je die cilinders hoort, die pistons. Stoomlocomotieven hebben natuurlijk ook die... Oh, crap. Ik wil net een verhaal gaan vertellen, maar dit is een hele scherpe bocht. Coasten, we moeten coasten. Anders gaan we derailen. Ja, of we gaan gewoon volle vaart vooruit. Wat dacht je daarvan? Volle vaart vooruit. Volle torque. Holy damn. Dit ding kan zo flipping snel optrekken. Dat is echt niet normaal. Oh, kijk, daar gaan we in de tunnel. Oh, dit is zo ziek. Wow. Wat is er gebeurd? Ik ben gederailed in de tunnel. Wat? De stoomlocomotief is losgekoppeld van de tender. En toen was die gederailed. Oh, kijk. Wow. Oh, dit is niet goed. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Hier, we hebben de boiler opgeblazen. En dan zie je dus dit allemaal. Dat was een duur grapje. Lijkt alsof het echt 200 jaar op de bodem van de oceaan heeft gelegen. Oké, nou deze halen we als eerste eventjes allemaal weg. Want wij gaan natuurlijk met de flipping badass stoomlocomotief. Wacht eens heel flipping even. Oké, dit gaat heel ingewikkeld worden. Dit gaat echt heel erg ingewikkeld worden. Kijk eens even aan. Dan zetten we nog een tender erop. Oh, dit is flipping insane. Als dit werkt, hè. Oké, dan moeten we ze eventjes beide aan gaan zetten. En ik moet weer heel eventjes wat cheats gebruiken. Ja, dat aanzetten gaat wel eventjes duren. Dus ik zie jullie zo. Ah, multitasken. Oké, daar gaan we. Daar gaan we, ze gaan beide. Holy moly, we gaan snel. Oké, dit is perfect. Even water dumpen. Dan ga ik in deze. Volgende stap hier. Eén stap extra, we hebben wheelspin. Cut off iets naar achter. Die eentje extra. Holy moly. Nee! Oh, wat gebeurt er? We gaan zo flipping snel. Het is echt insane. Kijk al die rook, joh. Choo choo everybody! Hier, we gaan 80 km per uur. We gaan alleen niet veel harder. Dat is een beetje jammer.
Derail this vehicle. Oh crap, ik heb hem gederailed. Holy moly. Oké, dit gaat niet goed. Kom op, derail. Alles derail. Kom op. Wat gebeurt er allemaal? Ik heb echt geen idee wat er allemaal gebeurt. Remt hij nou gewoon af? Wow. Yo, dat was echt even chaos, zeg. Hij vloog naar beneden en toen explodeerde hij echt keihard. Oké, zo. Yes, perfect. Clear alles, zoveel mogelijk. Hoppa, overal, maakt niet uit. Gewoon ze overal neerploppen. Alles moeten we vullen. Ik ga dat even heel zorgvuldig doen. Oké, alles is ready. Firebox dicht. Cut-off naar voren. Volle vaart vooruit. Nou, daar gaan we iedereen. Volle vaart vooruit naar het station. Vol met tanks. Vol met benzine. Here we go. Oké, we doen de fire... Volgens mij was dat water in de cilinders. Dat is niet goed. Dit is de point of no return. Oké. Schep. We hebben alle kolen nodig die we hebben. Oké, we dumpen deze iets naar beneden. Dat is de dampener. Anders is de temperatuur erg hoog. Zo, moeten we natuurlijk niet derailen. We gaan nu 60 km per uur. En we kunnen zeker weten derailen op een moment. Holy flipping moly, dit ziet er zo sick uit met die rook daar. En daarboven. Het station is in zicht hoor. Oké, na deze bocht gaan we volledige power. Oké, firebox doen we vanaf nu dicht. Dan verliezen we geen power meer. Firebox temperatuur gaat weer omhoog. Power gaat goed. Maximale power. Cut-off ietsje naar achter. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Over die railen nu al. Wow, kijk dat karretje die omflikkert. Oké, het gaat goed. Oh nee. Oh, dit is niet... Wow, zag je die recoil? Hier, mijn locomotief is letterlijk gewoon gederailed. Door de terugslag van de explosies. Wow. Dat is zo grappig. Hoe je zo naar achter vliegt. Wow. Dit is echt een vlammenzee. Ik kan niet door dat ik het zo ver naar achter had gebouwd. Oh nee. Dit is echt niet goed. Wat doe ik dit station er ook elke keer aan? Oh. Ik heb helemaal geen tender meer natuurlijk. Ik wilde net even kolen indumpen. Ja, hoe gaat het met dat ding? Oh, die ligt hier. Dat zag er echt heel erg episch uit. Smash eventjes op die like als je deze video van Derail Valley Simulator super awesome vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.